We hebben nu Tekken Seizoen 2 staan met heel veel mods en daardoor kan jij je whitelist winnen. Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Terms. Welkom bij Tekken Seizoen 2. Wat ben ik blij dit te mogen aankondigen, wat heb ik hier lang op lopen wachten. We hebben met een enorme groep heel veel dingen klaarlopen zetten. En dat zou ik jullie nu registreren, want hier ben ik allemaal nog veilig. Maar loop ik hier uit, dan ben ik in één keer in de wildernis. Maar wacht, in de wildernis? Hoe kan dat? Nou, kijk, tada, als ik hier binnenkom, ben ik in de TDT-town. Ook wel bekend als de Dutch Terms Town. Dat klinkt echt heel sketchy, vind je niet, Jannik? Ja, super cool, man. Kijk, ja, dat bedoel ik. We hebben nu Tekken Seizoen 2 staan met heel veel mods. En daardoor kan jij je whitelist winnen. En dan zou je denken, hè, maar Vincent, hoe kan ik een whitelist winnen? Hoe kan ik deel worden van je town? En et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dat zijn een heleboel vragen. Die komen nader in deze afleveringen komen die. Hou gewoon alle afleveringen in de gaten. Want er is een mogelijkheid dat er annotaties in het beeld verschijnen. Zo, woezoef. Maar dat moet je wel op de PC kijken. Dat is even één ding wat ik jullie zeggen moet. Ik heb het vaker een keer gedaan dat ik het er zelf in geëdit heb. En dat was toen om een race-stuur te winnen. Want toen zeiden jullie natuurlijk van, Vincent, maar we kunnen dat niet goed zien. Nou zou ik gewoon de letters keirood maken, keigroot maken. Maar het enige wat je dan moet doen is wel even op de PC kijken. Wat is nou Tekken Seizoen 2? Nou, ik kan je heel veel gaan vertellen. En dat is als eerste, er gaan heel veel YouTubers aan meedoen. En dan zou je denken, huh, Vincent, YouTubers? Ja, we hebben een hele grote wereld gemaakt. En in die wereld kan je dus je eigen town claimen. Wat houdt dat in? Nou, we hebben een mod erin gezet als townie. En dan kan je als leider, als YouTuber, kan je eigen town oprichten. De mensen die meedoen zijn onder andere Job van Doomer Gamer, Nick de Struder 97 en L. De Vaco is er natuurlijk van de partij. Ja, daar ben ik echt het meest verbaasd over. Want ik ben heel benieuwd hoe Lars zijn machines in elkaar gaat zetten. We hebben Jitse van Got to Shut Up. We hebben Jasper. We hebben nog veel meer mensen. Maar we kunnen ook nog veel meer mensen laten joinen. Want de wereld is gigantisch groot, hè, Jannik? Hij is wel, ja. Nou, wat is het? 20.000 of zo? Bij 20.000? 6.000 of niet? Ja, hij is fucking groot. Ik heb geen idee. Hij is echt knijtersgroot. Het is echt zo'n grote ronde cirkel. Maar dat maakt niet uit. 12.000 keer 12.000. Ik zie dat jij nog een beetje plots aan het claimen bent. Ik ga ook gewoon nog even wat claimen. Slash, hoe ging dat ook alweer? Town. Slash town claim is het. Town claim. Oké. En als jij die daarboven inderdaad nog even claimt, dan hebben we een heel mooi vierkant. Prachtig. Nou, oké. Dat houdt in dat dit ons huis is. Dat wij binnen deze grenzen van de wildernis, en hier begint de wildernis weer, dat daar ons townie ligt. In die townie mogen we alles doen wat we willen en gaan we ook op de duur onze huizen bouwen. Alleen, één ding wat we nu moeten doen is spullen verzamelen, Jannik. Daar zijn we altijd heel goed in. Je begint hier natuurlijk niet met lege handen, je krijgt natuurlijk een kitje voordat je kan beginnen. En ja, ik vind het gewoon super tof om eindelijk, en ja, Jannik weet hoe lang ik ermee bezig ben geweest, dat we eindelijk seizoen 2 van Tekken gaan launchen. Ik wou altijd al een server doen met meerdere mensen. Alleen, ja, Tekken vonden jullie altijd cool. Ik kreeg zelfs de vraag, hè, Jan. Ik was op Gameforce en op First Look, hè. Zeiden ze van, hey Vincent, wanneer komt Tekken seizoen 2? Ik dacht van, ja, ik ben er heel lang mee bezig al, maar ik durf het nog niet te zeggen. Ik vond het zo spannend om te verklappen. Toen heb ik het aan één iemand verteld. En ze heeft even, oh, echt? Ga je seizoen 2 beginnen? Fucking vet. Kunnen ook kijkers meedoen? Toen zei ik, yep, kijkers kunnen meedoen. Dus er was meteen van, wow. Dus ja, ik vind het echt super cool om te zien hoeveel mensen enthousiast zijn dat Tekken seizoen 2 er is. Ik hoop dat jullie het ook allemaal weer tof vinden. Druk daarom even nu alweer vast op het duimpje omhoog. Vergeet even niet te abonneren op mijn kanaal, dus Dumps, als je meer Tekken wil. Er komt 3 keer in de week. Feed the Beast is daardoor weggegaan. Survival Build is jij vraagt, ik bouw geworden. Dat heb je gisteren al kunnen zien. Oh man, wat een drukte weer. We zijn weer heerlijk druk bezig. Ik heb in ieder geval bijna 40 hout. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ik heb 35. Oké, nou, dan hebben we denk ik iedereen, genoeg. Iedereen weet natuurlijk al dat wij de beste town worden van de hele fucking wereld hier. Kijk, ik heb Giel en ik... Oh, Jannik, we hebben zelfs olie hier al liggen. Ja, inderdaad. Oh, wauw, wat hebben wij weer geluk. Oh, ik zelfs sugarcane, heb je die al meegenomen? Nee, maar mag jij wel doen. Ja, ik ga het even... Weer net zo'n farm als bij Feed the Beast. Ik ga het even uitbreiden, joh. Dan hebben we natuurlijk weer sugar. Ja, mijn skin is de mooiste bug ooit in deze
ding is. Ik weet er niet eens hoe dat kan. Maar ja, oké. De boom uit de... waarom zit er een boom in het water, joh? Kom eruit. Hoppatee. Maar, mensen. Hebben jullie hier zin in? Ik wel. Jannik en ik moeten nu... Oh, ik zie nog... Wat? Ik zie nog twee oliedingen daar. Ongelooflijk. Wat? Ja, daar achteraan. Kijk, oh, één, chill. Twee. Ik ga alvast even wat rubber pakken. Rubber. Heb je al dingen gepakt? Dingen, ja, rubber. Heb je al zo'n kraantje gemaakt? Yup. Echt? Die zijn ook maar super makkelijk te maken, hoor. Oh, super handig. Zo. Nou, dan laten we die bomen gewoon staan. Dan groeit het er wel weer aan. Ja, ik ga dit wel even slopen, hoor. Ga je gang. Ja, tuurlijk. We zitten hier bij een swamp. Swamp. Ik loop gewoon even een rondje en dan ga ik alle rubber pakken. Ja, wat gaan we... Ja, oké, het is wel handig om die rubberdingen inderdaad al te hebben. Hier is er nog een boom, hè? Hier is nog zo'n rubber tree. Ja, inderdaad. Ik loop gewoon een rondje. Er zijn er vet veel. Oké, we moeten wel een beetje een huisje gaan bouwen en al. Ik heb in ieder geval genoeg eieren. Gaan we echt een town maken, Jannik? Of gaan we echt een beetje een fabriektown maken? Gewoon een town fabriektown. Dan doen we gewoon allebei. Oké, dus we gaan echte huisjes maken dus. Ja, dan kunnen we gewoon in het midden een grote town hall maken of zo. Ja. Of gewoon een of andere toren, weet ik veel. En dan kunnen we daaromheen gewoon fabrieken bouwen en huisjes, denk ik. Ik ben even kijken of ik de town nou precies op de plek kan zetten waar de spawn is. Ja, oké, hier. Ja, gewoon dat de town hall, zeg maar, precies op de spawn staat. Dus als je doodgaat of zo, dat je daar gewoon weer komt. Dat heb ik nu. Oké, dat is mooi. En dan gewoon precies dat midden is de midden van de town. Precies de spawn. Even kijken hoor, als we dit even zo maken zo. Dan is dit perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, en we gaan natuurlijk gelijk voor de diamond machine. Dus we maken gewoon even een diamond machine fabriek of zo, weet ik veel. Ik heb echt een heel mooi huis. Ik ga gelijk even wat copper minen een keer. Het huis is perfect, joh. Ik kom er zo aan. Het zal wel zeker een dirt huisje zijn of van hout of zo. Nee, echt een houthuisje. Even kijken. Zien. Als ik nou zo doe, zo. Oh, what the fuck. Ik heb een cave gevonden. Echt? Ah, oh, lekker. Yep. Oh, wow. Fucking deep. Thuis. Als je ook de deur binnenloopt, dan staat er... Loop je de deur door. Thuis. Dat is mooi. Awesome saus. Ja, er is geen betere plek dan bij ons thuis. Ja, er is inderdaad nergens een betere plek dan in de Dutch Turn Town. Ik ben echt heel benieuwd hoeveel mensen mijn town willen joinen. Maar ze kunnen ook gewoon andere towns joinen. Dat is juist het super awesome hier. Maar wij hebben sowieso de beste town. We hebben 100 afleveringen ervaring hier. Dus dat is waar. Wij gaan gewoon winnen. Er valt niet eens wat te winnen, maar... Jannik, weet je hoe dat nou nog zit? Als je... Blokken plaatsen niet overdwars, hè? Nee, oké. Okay, dan laat ik het toch wel goed. Oh, het is hier een beetje donker in deze cave. Ik zal er maar komen. Even kijken, hoor. Ik heb gelijk al iron en shit gevonden, dus dat ga ik gelijk meenemen. Gewoon hoe eerder we de diamond machine hebben, hoe beter. Dan kunnen we gelijk de shit doen. Nee, hij is niet synchroon. Nee. Even kijken, hè. Dan moet ik nog twee naar voren bouwen. 1, 2... En dan is die wel synchroon. Gaan we voor synchroon, ja? Hè? Ja, vast wel. Vast wel of zeker weten? Ja, jij bent de burgemeester. Ik vind het helemaal prima. Ik ben de baas. Jullie luisteren allemaal naar mij. Het is mijn townie. Ja, ik ben maar een simpeler resident. Ja, je bent gewoon een slaaf. Je bent gewoon een slaaf een van de zoveel. Oké, dan ga ik hier weg. Ik bouw mijn eigen village. Oké, doei. Tot ziens. Even kijken hoor. Dan noem ik het gewoon Ware Town. Gewoon Bert Jaipo Ware Town. Naper. Of Wertopia of zo, weet ik veel. This is Utopia. Let's make a story to tell. Oké, ik kom wel even jouw houten huisje checken. Ja, het wordt wel vet hoor. Ik ben echt druk aan het designen. Alleen we hebben geen huis, Jannik. Of een bed bedoel ik. Ah, dat boeit niks. Vind je dat niks boeien? Nee, echte mannen slapen op de grond. Ja, maar ja... Dat slaat trouwens ook nergens op, maar... Ik wil wel het huisje een beetje afmaken. Ja, ik zie hier nergens schapen in de buurt. Het is echt super donker, joh. Oh, we gebruiken gelijk dure houtblokken.
Hey, ik ben druk aan design, hoor. Ah, super chill, hè. Dit is net een soort buurthuis of zo. Gewoon een... Ja, het moest toch een huisbuurt, de buurt ja, het is een woudlopershutje of zo. Dank je. Ik vind het dan nog best wel een prima huis voor de eerste aflevering. Ja, weet ik veel. Dat is het eerste wat er binnen is. Ja, dat ziet er wel goed uit, hoor. Hè, heb ik het nou weer niet goed? Nee, misschien moet je één laagje weghalen hier. Gewoon deze muur. Oh ja, laten we er gewoon deze weghalen inderdaad. Jannik, hebben wij een torch? Nee, zeker. Het is echt super donker. Nee, ik ga wel even dat fixen. We kunnen gewoon charcoal maken, dus... heb je je brightness dan wel op goed staan? Ja, volgens het goed is wel. Video settings... nee, brightness staat op moody. Oh, what the fuck. Dat is echt een nadeel van Tekken. Die zet zichzelf gewoon altijd naar moody. Wee. Waarom? Ik vond dat zo donker dat ik dacht van nee. Oké, ik ga hier wel aan de andere kant op. Mag ik van jou hout? Mijn hout is op. Ja, oké, jij mag het allemaal hebben. Zo'n beetje houtverspilling. Doe gewoon Ctrl-Q. Werkt dat hier ook? Ja. Nee, hier niet. Oh, dat is Optifine. Ja. Ik zoom op je in. Ja, ik moet wel wat hout houden, anders dan kan ik niks bouwen. Zo. 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 Als ik nou zo doe. Ik moet wel even goed calculeren, want hier... Oh, dit is perfect! Ja, super. Hier kan gewoon een T in. Van helemaal symmetrisch hier. Hier kan gewoon een T in. Ja. T. Even kijken, we moeten ook een vloer hebben. We kunnen ook op de achtergrond TDT doen hier zo. Dat is fucking awesome. Ja, op zich wel. Alleen, ik weet niet hoe je hier een D wil maken in deze kleine ruimte. Ja, dat weet... Mag ik nog wat hout? Ja, dit is mijn laatste. Heb je nog maar 2? Ja. Dan hebben we geen hout meer. Nee, inderdaad. Het is ook niet zo handig om gelijk op de eerste dag al je hout op deze manier te vergrijpen. Tuurlijk wel. Gewoon meteen een mooi huis maken. Kijk, dit is het leuke. Als je hier de deur uit loopt en je loopt naar binnen, dan staat er thuis. Ja, oké. En waar is de spawn? Kan ik slash townie spawn doen of zo? Ik heb geen idee waar de spawn is. Zou hier vast wel zijn? Wacht, hoe kan ik naar de spawn? Oh ja, town spawn. Oké. Oh, de spawn is net hier. Kijk dan, ik sta naast je, buiten het huis. Oh, kunnen we de spawn niet ergens anders zetten? Ja, denk ik. Gewoon hier zo en dan... Ik ga even bij de commands kijken. Ja. Ik denk gewoon townie set spawn, maar dat weet ik zelf niet. Slash town. Oh nee, wacht. Town en dan set en dan spawn. Niet aan elkaar. Successfully change town spawn. Oh, nee, ga ik het testen. Ah, nu sta ik hier. Mooi. Perfect. Oké, in het huis. Wat we later dan gewoon doen, is gewoon achter dit gebouw. Ja. Dan maak ik gewoon een fabriek met marmer of zo. Ja, en daar komt de diamond machine in. Klinkt goed. En dan als de mensen in onze town, die mogen de diamond machine vrij gebruiken. Is dat niet gul? Dat is heel gul. Oh nee, ja. Nu krijgen we weer het probleem dat als ik tegen jou aanloop, kijk, krijg je dit. Oh ja, fucking irritant. Daardoor heb je mijn vet vaak van de dings afgegooid. Mag ik zien, Vincent? En dan drukt hij me gewoon helemaal eraf. Bitch. Maar, mensen, ik vond dit genoeg voor de eerste aflevering. Vond je dit leuk en wil jij de Dutch Terms Town joinen met mij, Jannik en Giel? Druk dan even op het duimpje omhoog. Hou wat ik al zei, de aflevering in de gaten, want er komen letters naar voren. En dan vraag ik op den duur van, wat was de zin die voorbij is gekomen? Hou het in de gaten. Blijf up to date. Druk op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Werty Up Games. Mijn kanaal, de Dutch Terms. Wil je meer Tekken zien, dan kan dat. Onderin zullen de afspeellijsten van de rest van de jongens zijn als ze gestart zijn. Het zou ook zomaar kunnen dat ze niet gestart zijn. Dan zie je het pas in de volgende aflevering. En dan zeg ik tegen jullie, tot de volgende keer, mensen. En laat een reactie achter of je het tof vindt. Ciao! Yo!